Yo gasten, deze video ging er dus anders bij dan gepland. Hier in deze nieuwe stoel ging ik normaal unboxen. Dus ik was dat helemaal aan het appen en aan het doen. En wat gebeurt er? Wat gebeurt er? En opeens, ik check naar mijn camera. Low battery. Dus ik heb heel deze stoel geunboxed. En in mijn camera stoel. Voor de lol. Voor de muren in mijn kamer. Voor de schelpan in mijn aquarium. Nu iets wat. Er is wel een stekje pak. Ik ga dat hier nu toe en versnel het beeld. Dat is gebeurd. Voilà ze. En wat je kunt zien in de titel is dat hier, laat ik hier 30 typische West-Vlaamse uitspraken. En wat ik zei, kijk ze gasten, het zijn er eigenlijk, ik ken interviews wel van TikTok en mijn West-Vlaams hoofdstand. Maar op YouTube, en wat zit dat soms een beetje algemeen in het Nederlands tussen. En wat ik zei, wat voor de, wat je ook kan doen op de YouTube, gewoon plat West-Vlaams, 30 ding dat een echte West-Vlaming kan zijn. Want op TikTok, dat kan maar maximum een minuut duren. En soms zie ik veel te weinig dit, want hou. Ik zeg, ik heb nu 30 dingen en ik heb er nog mijn kastelijn dat vullen met zo'n ding. Dus er kunnen er zeker weten nog video's over komen. Nu iets wat, we gaan ermee beginnen. Dus, nummer 1, wat dan echt als Vlaming de eerste zegt, is Twinder de bieten, ja. En dat wil eigenlijk zeggen, hun, ja, ik is al twin, hup, wanneer ik is hier, boef, wanneer ik het wat twin niet kan, hup, wanneer ik het Twinder de bieten, ja. Tweede is, je is te lelijk voor taal om dunderen. Ah ja, dat wil ik gewoon zeggen dat je niet squinnen zit, ja. Nummer 3 is Bachende Kubbe. Kubbe. Ja. Arne Halleween spreekt geen West-Vlaams niet meer. Oh. Bachende Kubbe. Dat is het wat hou achter de ijzer. Dat is vooral het wat ja, bij de mensen die beneden de ijzer wonen. Zeggen ze eerst Bachende Kubbe. Wat dat we er ook daar zeggen is Klein Rol Wisterkapelle. En dat wil zeggen dat het allemaal overeind ligt. Oh, like, nu met een bureau ligt eigenlijk. Niet echt Wisterkapelle, maar dat is alsof van die kamers van tieners, je kent dat wel. Je komt tot een moment en je kunt zeggen, maar vent toch, dat is de rol Wisterkapelle. Nummer 5. Het is only dat daar snien. Het zijn de krulljes leggen. Dat wil dus zeggen, het is only het haar knippen, het is de krulljes leggen. Het is only dat daar snien, het is de krulljes leggen. Nummer 6. Uw oren aan het dat wil zeggen. Bijvoorbeeld, ik ben aan het klappen over hier. En als je hoort, dat wil zeggen dat je dat zo zei, hoor dit. Ja, het was heel raar, ik weet niet of dat ook effectief klopt, vergeet niet. Maar je hoort het verre nooit. Nummer 7 is, kort en daarna. Dat wil eigenlijk zeggen, kort en daarna, dat is eigenlijk gewoon van, amai, moet je daarna rusten, kort en daarna. Ja. Dus, nummer 8, je zit met de poepers. En dat wil eigenlijk heel simpel zeggen van, oei oei, nee, dat is een beetje benauwd. Je zit met de poepers, oh ja, je is benauwd. Nummer 9 is, kijk je bij een pietje, dat wil zeggen van, kijk nu nog met je bierlepels, ja. Kijk nu nog met je bierlepels, dat is eigenlijk hun zesde, maar ook in het West-Vlaams. Ja, we moeten dat nog aan uitleggen. Voilà zeg, kijk hier een keer goed. Ja, een klucht uithoud, voilà, een klucht uithoud zijn mijn twin. Binnenbuk gezet zijn, dat wil eigenlijk zeggen, oh, binnenbuk gezet zijn, dat wil eigenlijk meestal zeggen, oh, het ook het spreekwoord, maar dat was eigenlijk, oh, ik ga het nog niet zeggen, gereen zijn van buk. Dat wil eigenlijk wel zeggen, ja, bit verder gezet zijn, ja, in het zak gezet zijn, ja. Nummer 11. Ja, beter is een broekenskeen. Nummer 12. De batterie is luzeplat. Dat zijn we er de eerste als we vermoeid zijn. Van eets navens, we komen ondertussen van het werken van school van... Pff, voilà, zeg. De batterie is luzeplat voor vandaag. Nummer 13 is nul van het spel zijn. En ja, kent dat al iedereen, hé. Nul van het spel zijn, dat is eigenlijk van, ja, joh, gasten... Het is eigenlijk ons van ik, het is ik kreeg ons van de schuld. Oh, in school had ik dat de eerste, ik was de eerste, maar ik heb nul van het spel. Nummer 14. De kruin gaat het brengen. Niet meer in uitleg. Nummer 15. Eet letten een dikke delver. Dat wil eigenlijk heel simpel zeggen, stief willen eten. Eet letten een dikke delver, ja. Nummer 16. Een tuk doen. En je kunt ook snoes, eten met als een noene tukske doen. En dat is eigenlijk gewoon een tekstje slaan, een dutje doen. Ja, een dutje doen. Voilà, zeg, dat is als gewoon een verwoord. 17. Ouder de kapelle, hoe meer dat je ze moet versieren.
Je gaat dat wel verstaan, joh, molle. Hoe ouder de kapel, hoe meer je ze moet versieren. Nummer 18. De stotste wezels zoeken de grootste tijgers. Dat wil zeggen, die dat meeste durven, die dat meeste durven vragen, gaan het meeste bekomen. Want als je niks durft te vragen, ga je ook niks krijgen. Oh, dat komt een beetje op neer. Nummer 19. Je dient niet voor zwinnenjong te pakken. Dat wil eigenlijk zeggen, als je zo'n beetje O-benen hebt. Hey, want, oh, zwinnenjong moet dat pakken, dat skopper de rol kan rood, dat springt toen, hup, hup, hup. En, oh, en zwinnenjong, dat springt tot de hond tussen. Dus ik uit, ja, oh, zwart. Dat is zo'n spreuk, ik weet eigenlijk niet dat het echt klopt, hetgeen wat dat zegt. Maar dat is een West-Vlaamse spreuk. Ja, nummer 20. Preuzelijk 40. Like ik ben meestal preuzelijk 40. Op alles wat ik doe, ik ben eigenlijk meestal preuzelijk 40. Oh, moet er nog maar een spa gekocht in een kruidvat? Ik ben daar preuzelijk 40 mee. Ja, ja ook. Ja, ja, ook. Nummer 21. Een kemel skieten. Oh, geen paniek, geen paniek. We skieten er niemand toe. Een kemel skieten, dat wil eigenlijk wel zeggen. Ja, een flater begaan. Hé. Bijvoorbeeld, nou, krijg je een voorbeeld. Krijg je een voorbeeld, gasten? Voilà, ze kijken een kemel skieten. Van heel het begin van het filmpje, dat was een serieuze kemel. Heel in de stoelen ruttelen en staan babbelen en doen. En toen tot de conclusie komt dat mijn camera schikke plat was. De batterie van mijn camera was luze leeg. Luze plat, het was luze plat. Man, we sluiten hier al door met elkaar. Dat is ook wel het feit in West-Vlaanderen. En heel, heel veel verschillende West-Vlaamse accenten. Dat is met je van je de wereld uit. Je hebt Frans, je Italiaans, je Engels. Maar van West-Vlaanderen heb je Uppers, Dixmuts, Brugs, Zomelen, Poprings. Dat zijn allemaal verschillende West-Vlaamse talen eigenlijk. Ah ja, smit dat dan met elkaar en toen kom je als een liste met 30 dingen. Nou goed, zwart. Nummer 22. Hier zo'n een frank en twee inbitten. Dat wil eigenlijk zeggen, een frank dat was vroeger euro's, was vroeger frank. Ik weet niet of je dat allemaal nog weet, voor eerst wel. Dat wil eigenlijk zeggen, een hele hierenhaard. Eén die eigenlijk heel, heel zuinig leeft. Dus ja, je zo'n frank en twee inbitten. Nummer 23. Vele volk in de stage. Dat kan iedereen ook wel. Nummer 24. Spugel uit de rijger. Spugel uit de rijger, dat is eigenlijk gewoon, ja, enorm, enorm vele spugen overgeven. Kent dat wel, hé. Nummer 25. Daar zult u de klatten groeien. Ik ken hun klat aan en kijk, ik ga ze afdoen, hé. Niet verschieten, hé. Maar vindt dat. Ja, dat is dus coronakoep, hé, gast. Mijn haar is veel te lang, hé. Dat heeft niks te maken met dat spreekwoord, nu goed, zwart. Nummer 26. Het hapt lekker in de oven. Dat is zo'n twaalf dat ik van hou. Ik leg dan een bol tussen een bende met 10 kleine kindjes. En dat hapt lekker in de oven dat die kleine kindjes hebben die bol vliegen en als ze dat eens kippen. Dat is normaal. Dat is het hapt lekker in de oven. Dat is zo, ja, dat is eigenlijk wat die gebeurt die eigenlijk normaal is, die een beetje uitgelokt is. Versta je het? Nummer 27. Als dat enorm, enorm hard gaat regenen hier in West-Vlaanderen, dan zeggen we er het homoljong in. Wat dat wil er eerst ook zeggen. Maar vind, als dat zo uit de regen ziet uitkomen, dat er zo enorm, enorm zwart komt in de verte. Maar vind toch, ze zijn aan het asfalteren, hè, of wat aan het regenen is. Hè. Maar vind toch, trend door de wufjes. Dat is nou wel zo'n ding dat we er hier in West-Vlaanderen zeggen. Ik weet het, dat klinkt raar. Vertaald dat naar het schoon-Nederlands. Het regent oude mevrouwtjes. Ja, dat klinkt niet, hè. Nu goed, zwart. Nummer 28. Tonderste uit de kanaal. Dat is echt hun tot het uiterste gaan. Dat is hun volledig tot het uiterste drijven. Ja, tonderste uit de kanaal, nee, gasten. Hier, nummer 29. Epcom lijkt de skitte. Dat is een twaalf die heel zeer app komt. Ja, je kunt dat wel eens soms de skitte dat dat poef, dat is dat. Ja, voilà, ja, het is te laat is soms, ja. Ik heb er nog niet veel meegemaakt. Maar app komt like de skitte, dat kan soms ook in de hoe-vorm zijn. Like bijvoorbeeld. Ik heb daar geen hoe-vorm van. Voilà, ik krijg hier een berichtje. We krijgen hier een berichtje. Het is niet belangrijk, hè, gasten. nu, nummer 30. Het is nog redelijk laat op de avond. En weet je wat we hier zeggen? In West-Vlaanderen gaan we gaan slapen. Ik ga naar mijn kaf. Dat is niet, ik ga gaan slapen. Dat is, ik ga naar mijn kaf of ik ga naar mijn nest. Kijk, ik begin nu al een beetje te verspreken weer. Ja, het is alweer redelijk luid, gasten. Ik ga naar mijn kaf, ik ga naar mijn nest. Dus ik ga nu naar mijn nest. Stefan, bedankt voor het kijken naar de video weer. Dat waren hier dus 30 West-Vlaamse typische gezegdes. Als je er wilt dat ik dat nog doe, of de eerste keer naar woorden, of
Je weet wel wat ik bedoel, gasten. Zet dat hieronder in de reacties. Stefan, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren. Heel de ruit heb het uit. En tot de laatste keer, gasten. En Stefan, bedankt voor alles. En weet ik veel wat je er nog gedaan hebt. We zijn bijna aan de 4000 volgers op Instagram. Dus als je dat hier ziet en je volgt me nog niet op Instagram, om je ook al volgen. Op TikTok zetten we ook al aan 31.000. Ja, dat is geschitterend, nee. Zonder jou raken dat dus nooit bereikt. Allee, Stefan bedankt en tot de laatste keer. En slap maar, hé. En mooi niet een lange eindhooi liggen, hé. Dat is hier nog geen extra, hè. Maar weet toch, je legt weer een lange eindhooi, weet. Dat wil zeggen dat een lange eindhooi in bed ligt. Allee, slap maar, hé, gasten.